planologisch ontharden. Ik begrijp er eigenlijk dat dat heel belangrijk is, maar hoe doe je dat dan zo? Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje de vraag. We zien 5 strategische locaties en ik ga eventjes bij de heren horen hoe dat we daar in de tweede onthardingsgolf dat in de praktijk zouden kunnen omzetten. Als je dan heel onze wetgeving bekijkt, hè, dan is er eigenlijk maar één instrument dat u daar de meeste zekerheid over geeft. En dat is het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een bestemmingsplan, dat dus de bestemming van die gronden kan wijzigen. Van wonen of infrastructuur of recreatie of bedrijventerrein naar landbouw en of natuur of bos, de zachte bestemmingen. Ja, een van de onderdelen van zo'n uitdaging is natuurlijk hoe je gaat omgaan met vandaag de harde bestemmingen. Zoals een voormalige, niet zo lang geleden professor al zei, van, je hebt heel veel harde bestemmingen nog in de omgeving die wij ook niet verder willen zien uitgebouwd worden. Een van de mogelijkheden die het complexproject biedt, is dat je snelle maatregelen kan nemen, zoals direct naar uitvoering gaan en ontharden zelf. Maar dat je ook kan herbestemmen en dat je na die herbestemming ook uitvoering geeft. Ja. Je kan natuurlijk iets planologisch ontharden in de zin dat je een nieuw kader schept. Ja, je kan iets van rood naar groen brengen. Maar dat is natuurlijk ook altijd maar een eerste stap of een deelstap in het proces. Je moet natuurlijk dat ook in de praktijk brengen. Je moet daar een vergunning of naar een uitvoering gaan en daar middelen en tijd en energie ook insteken om dat in realiteit om te zetten. Ja, want ja, een bouwvrije opgave, dat zegt ook niet wat je eigenlijk wilt doen met dat gebied. Ja, je kan zeggen van oké, ja, we willen er niet op bouwen, maar we gaan er, ook wordt er iets van landbouw, natuurinrichting. Ja, dat is nog een beetje onduidelijk binnen die opgave van de signaalgebieden. Het is daar ook waar het complex project graag een antwoord op wil bieden. We hebben in ons land zoiets als het eigendomsrecht. En dat wil zeggen dat iemand die eigenaar is van een stuk grond of van een gebouw, en dat die het recht heeft om daar dingen mee te doen. Maar er zijn ook heel veel regels die toelaten dat je verhardt. En afhankelijk van ja, wie dat eigenaar is en inzichten heeft, kan die met zijn eigendom veel dingen doen binnen de regels van de overheid. De voorschriften zijn ja, even belangrijk, zal ik maar zeggen, als het eigendom. En die twee met elkaar in verband brengen en zorgen dat de initiatieven die een eigenaar neemt in lijn liggen met de regels die de overheid oplegt, dat is eigenlijk het ideaal. Maar in dit geval moet je eerst die regels veranderen. Het is ook zo dat we gemerkt hebben als Vlaamse overheid afgelopen jaren dat je dat consensus eerst moet opbouwen voordat je een volgende stap neemt. Omdat je anders zonder consensus geen draagvlak hebt en natuurlijk verlies je daar ook heel veel tijd en moeite mee en kan je terug bij afstarten. En dat willen we uiteraard voorkomen. Ja, ik denk bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk. Eigendomsrecht, ja, dat geldt natuurlijk, maar eigendommen veranderen. Hè, waar mensen van, laten we zeggen, met een duidelijke visie op natuur, in heel strategische gebieden beginnen aankopen te doen. En op die manier die groep van, die kracht van eigenaars op een heel andere manier te laten werken. Is dat een piste ook waarin gedacht kan worden, heel strategisch gronden verwerven? Niet alleen groenrand zelf, maar ook, laten we zeggen, mensen van goede wil, mensen die in die filosofie willen ingaan. Naast het planologisch herbestemmen is het ook interessant om strategische locaties die onder druk staan, om die aan te kopen. Ik zag de twee heren hier alle twee knikken. Ja, dat was ook de reden waarom dat ik de link legde met eigendom, hè, omdat dat zo bepalend is en inderdaad eigendommen veranderen van eigenaar in de loop van. En ja, je kunt daar mobiliserend in werken, absoluut. En als dat niet kan en je wil echt iets realiseren, ja, dan moet je aan dat ruimtelijk uitvoeringsplan een onteigeningsplan koppelen. Dat zijn geen populaire plannen, maar soms in het algemeen belang moet men dat dan durven beslissen. Maar de eigendomsdimensie meenemen in heel uw traject is superbelangrijk. Want anders maak je misschien maar plannen die dan toch helemaal niet realiseerbaar zijn. Het
Het is zeer moeilijk om nog achteraf met een onteigening af te komen. Het is beter dat je al zo snel mogelijk naar verwerving overgaat. Misschien los van besluitvorming, al meteen met de reguliere middelen er zo snel mogelijk op in te grijpen. We kunnen niet overal zijn. Het is dus voornamelijk bottom-up dat we vertrouwen op het aanreiken van die prioritaire zones. Nee, ik had een heel concrete vraag. Als dit gespreksonderwerp aan bod kwam, hebben jullie overwogen om een community land trust op te richten waarbij jullie eigenlijk de grond aanschaffen? Waarbij dat dan particulieren wel het kunnen gebruiken om een huis of weet ik veel wat, of scholen op kunnen inrichten. Maar het eigendom blijft eigenlijk bezit van de Community Land Trust, en waardoor het beheer ook veel eenvoudiger is. Is dat iets dat jullie overwogen hebben? Dan moeten we dat aan de mensen van Groenrand vragen. Hè? Dus Dirk, je wordt uitgenodigd, vrees ik. Ja. Ja, dus je gaat iemand... Ja, iedereen wil hier weg nu, nu dat jij komt. Wat dat betreft, we zijn dit project begonnen met €500 in kas, nog hadden we zelfs geen bankrekening. Hè. Nu hebben we in totaal dit project €400.000 omgedraaid en onze bankrekening is terug plat. Dus dat is logisch, hè, met subsidie mag dat, krijg je dat alleen om uit te geven. Dus sowieso naar kapitaalkracht om nu overal strategisch gronden te gaan verwerven, dat zit nu niet in de pijplijn. Maar op zich is het wel een hele boeiende idee van, om ook mee vanuit burgers, vanuit crowdfunding enzovoort, wel strategische grondposities in te nemen en daar dan iets nuttig mee doen uiteraard. Hè. Niet alleen innemen, maar daar dan ook meerwaarde op creëren, zoals we dat ook op andere plekken hebben gedaan. Dus een idee, we zullen meenemen. Dus ik concludeer, hè, dus een waardevolle oefening. Ook met de steun van de Universiteit van Antwerpen natuurlijk. Het interessante van dat bewoners en verenigingen de overheid een beetje onder druk kunnen zetten. Maar ook een belangrijk aspect is de eigendomssituatie natuurlijk. De suggestie rond met grondenbanken te werken of vanuit Groenrand zelf middelen te gaan voorzien. Maar ik hoor ook dat in het complex project daar ook al wat over wordt nagedacht.